Binnen 8 weken zullen lokale en internationale ondernemers geïnteresseerd worden om het verzelfstandigingstraject van de vuilophaal uit te voeren. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft sinds zijn aantreden aangegeven dat er een ander beleid moet komen voor vuilophaal en vuilverwerking. De bewindsman zegt dat er diverse ideeën zijn om het beleid op dit vraagstuk te vernieuwen. Er zijn mensen die hebben aangeboden, we willen Ornamibo veranderen in een energieplan. Er zijn voorstellen voor bedrijven die zeggen, ik wil die paddikaf omzetten in energie. Dus die hele scala gaan we aanbieden via openbare inschrijving. En dan kunnen mensen deelnemen aan verschillende opties. Ook vuilophaal, wat is de beste optie? Dus dat traject wordt nu ingezet. Noor Mohammed geeft aan dat bij de inschrijving die over enkele weken zal komen vanuit het ministerie, geïnteresseerden kunnen aangeven hoe ze een bijdrage willen leveren aan de vuilophaal en vuilverwerking. Het gaat een algemene oproep zijn, algemene bekendmaking van welke bedrijven zijn geïnteresseerd in dit thema van vuilophaal naar vuilverwerking, naar bijvoorbeeld energieopwekking. En men kan aan verschillende opties meedoen. Dan gaat men zich moeten registreren. En na registratie gaat men van ons een terms of reference ontvangen. En daarmee kan men een aanbieding gaan doen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken over de verzelfstandiging van de dienst vuilophaal en vuilverwerking.